Goedenavond, bliekers en blieker in de kist. Daar ben ik weer. En we gaan vandaag de antwoorden van de bliekers nog even een keer doornemen van de vragen van gisteravond. En ik wil jullie bedanken voor de leuke reacties en alle leuke antwoorden op de formulieren. Met nakijken was het af en toe lachen, gieren, brullen, de verkeerde, maar ook de goede antwoorden. Nou, ik wens jullie veel plezier met de antwoorden, want we gaan er snel doorheen. Goed, dat was de eerste vraag. Was jarenlang werd de boerenbruloft in Jeger im Grunewald bij Bussers gehouden. Wat is de afstand van plein 27 naar Jeger im Grunewald? Het was antwoord C, 1,6 kilometer. En dat was de bron Google Maps natuurlijk. Dan vraag 2. Wat was de Poolse vertaling voor de slager, of de zin uit de slager? Geef mij een pilske. Dat was antwoord A, daj mi piwo. Vraag 3. Op welke plek in M6 is er besloten dat onze kamerlasvereniging de Bliekers zou gaan heten? En dat is gebeurd A, in een naaiatelier bij Wimke Jansen. En hier beneden staat ook nog een stuk wat ik van de website heb gehaald. En dat kunnen we nou dus ook weer teruglezen, want de website is weer online. Dan hadden we ook nog vraag 4. Even kijken, wie was de clown in 1991? Dat was natuurlijk op de foto clown Berto. Clown Berto was jarenlang in de jaren 90 de clown op de vele schoolcarnavals en klonenbals. Goed, volgende vraag. Vraag 5. Waar is deze prachtige foto gemaakt? En dat was in Oostrum met het BCL-treffen. En inderdaad, net zoals ik gisteren al zei, met prins Judenhurste. Ja, dan... Welke prins stond hier tussen? Ja, daarachter bij dat pieleke daar. Even kijken, zo lopen we langzaam in. Hier zit ik bijna in zijn neus. Ja, daar zit hij. Prins Rob de Eerste zat daar tussen dit grote gezelschap. Zat een hele grote prins. Prins Rob de Eerste. Vraag 7. Welke naam moet er tussen de vraagteken staan? Dat was natuurlijk Wilfried. En de leus ging als volgt. Bliekers, nou wordt het niet. Wij drinken erin op, Prins Wilfried. Vraag 8. Wie zong de carnavalslagen van 1996? Ik voel mij in de kloon was de titel. En het was natuurlijk gezongen door Muntjes Maat. Dan vraag 9. Ja, de bliek, een koolblij, is te herkennen door een rode vlek bij de aanzet van zijn borstvinnen. Ja, antwoord A, dat is gewoon een zelfverzonnen antwoord, maar die zagen we bij de antwoorden veel voorbij komen. Dus dat is wel leuk om te zien. Goed, vraag 10. Wie had de eerste leus ooit als prins van de Bliekers? Daar was hij met de foto langs, prins Harry Fransen de Eerste. Hij de eerste leus ooit van de Bliekers. Vraag 11 met Beerke. Hier zegt hij het zelf. Zoals jullie weten vind ik het liedje... van de Jan van Brusselbrent, 2 emmertjes waterhalen, 2 emmertjes pompen. Het mooiste om te draaien bij jullie op het Bliekers Festival. Ik wens jullie allemaal een fijne, ja helaas iets minder carnaval, maar toch een, hopelijk een goed corona-vrij 2021 en op naar 2022, naar de carnaval waar ik graag naar uitkijk. Alaaf! Ja, dat was 2 emmertjes water halen, was het goede antwoord. Dan vraag 12. Wat was de leus van de jeugdraad van 2017? Dat was natuurlijk, wij als jeugdraad met z'n vijven zullen altijd bliekers en bliekerinnetjes blijven. Dan vraag 13. Van wie slash welk bedrijf is deze advertentie in het Blieske? Dat was natuurlijk van Rob Goemans. Dan vraag 14. In het jaar 1977 heerste prins Theo Fransen II over het Bliekersrijk. Wat was er zo speciaal in 1977? Nou, dat was antwoord B, want de prinsenreceptie was voor het eerst in het gemeenschapshuis. De receptie was voor 1977 bij Café van der Lijk. Dan vraag 15. Een heel aantal zakken potgrond hebben we verkocht in 2019. Maar dat waren er, om precies te zien, 720, antwoord C. Ja, en dat was ook wel leuk om te zien. Heel veel mensen hadden Mieke van Daal opgeschreven.
Maar het goede antwoord, die achter het groene cirkel stond met het zwarte shirt, was Renske Stevens. Ja, en wie kent hem niet? René LeBlanc. De grootste narcist van heel Nederland, volgens mij. Maar goed, die zat achter alprins René Franse. En dat was natuurlijk de hint van de dag. René of René LeBlanc. Dan gaan we verder naar vraag 18. Welke alprins schuilt er achter deze persoon, Diederik Gommers? Dat was natuurlijk Henk Jansen. En die is vandaag wel met dubbel S geschreven. Henk Jansen. Vraag 19. Met wie zat Vera hier Brommers te kieken? Dat was Sander Arts. Antwoord C. Vraag 20. Waar was deze foto van Pim Fiers genomen? Dat was natuurlijk bij de 11e van de 11e, bij de Huibuken in Loon. Toen is Pim als gastraadslid een keer met geweest. Vraag 21. Ja, Senia won in 2020 de verdronken blik nadat ze op nieuwjaarsavond een telefoon in de wc had laten vallen. Maar ze kwam er pas de volgende dag in de middag pas achter, toen de hele familie van Baldessen al 3 keer naar de wc was geweest. Dus dat leverde deze prachtige foto op. Vraag 22. Wie schuilde er achter de knapste vrouw van Nederland, Marianne Koopmans? Dat was natuurlijk de knapste kel van mijn zes, adjudant Frans Geurts. Dan vraag 23. Hoe lang is de scepter van de prins? Ja, en onze eigen prins had hem dit jaar opgemeten. En hij was dit jaar 41,8 centimeter. Antwoord D. Ja, vraag 24. Hoeveel oud-jeugdprinsen staan er op deze foto? En dat zien er 2. Dit zien Harry de Ruiter. Dat is, even kijken, ja, hier is Harry de Ruiter. En Bas Franse. Bas Franse. Ja, inderdaad. 2 oud-jeugdprinsen. Dan vraag 25. Hoeveel oud-jeugdprinsessen stonden hier op de foto? Dat zien er 4 oud-jeugdprinsessen. Denise Arts, Nancy Peters, Marieke Kersten en Ilse Marti Verberg. Zien ooit een keer jeugdprinses van de Bliekers geweest. Dan gaan we door naar vraag 26. Welke 2 oud-prinsen stonden op die foto? Dat waren alt-prinsen Mark Verree als Indiaan en rechts Jeroen Dennis als cowboy. Dan vraag 27. Heel veel van de oude garde hadden me goed. De jeugd had hier wat meer moeite met. Dat was vraag 27. Wie zong en schreef deze slager in het jaar 1989? De titel Doe toch niet zo pinnerig is geschreven en gezongen door Giel Reyners. Ja, en dan vraag 28. Was het goede antwoord op deze vraag? Was natuurlijk Nasi met saté. Dat is volgens mij eigenlijk elk jaar, of de laatste jaren op carnavals, zondag het menu. Dan gaan we verder naar vraag 29. Ja, en ik zei al gisteravond, het was natuurlijk A, B of C eigenlijk een beetje hier. De brillen van Onder Vermeurs had je het kunnen zien. Joop Krant had je het kunnen zien. Of Daan Reyners, die altijd met de carnavalspaar rood dronk. Had je het kunnen zien als antwoord C misschien. Maar het was toch Onder Vermeurs. Die was in het jaar 2000 voorzitter van de Bliekers. Vraag 30. Ja, de antwoord op de vraag van hoe vond je het zelf gaan bij Joyce Rising was antwoord A. Ze vonden het toch best lekker gaan. Ja, Joyce Rising, control me. Volgende vraag. We vliegen erin vandaag met de antwoorden. Vraag 31. Is het antwoord B, 1976 op de vraag. Het eerste boerenbruidspaar van de Bliekers waren Jan en Mia Akkermans. In welk jaar was dit? Antwoord B, 1976. Vraag 32. Welke jeugdvorst hoorde bij dit jeugdprinsenpaar Sander Kersten en Jutta Kremers? Dat was natuurlijk antwoord A, vorst Stijn Raats. Dan vraag 33. De Bliekers werden gedragen door vele vrijwilligers. En hoeveel verschillende commissies, volgens de website die nou vandaag weer online is, werden deze vrijwilligers ingezet? Dat waren er 14. Antwoord C. Dan vraag 34. In welk jaar kreeg Geert van Stralen als eerste Blieker de MBT uitgereikt? Dat was antwoord A. 1998.
Ja, in totaal zijn er 41 boerenbrugsparen geweest in de Blekersriek. In hoeveel gevallen waren zij in het dagelijks leven ook een stel, slash getrouwd? Dat waren er 11. En op de foto natuurlijk ook een stel waar je had aan kunnen denken, Mia en Toon Baltussen. Dan vraag 36. Welke prins is de volgende spreuk? Met een ton vol bier, het heeft pas echt veel plezier. Dat was onze huidige adjudant natuurlijk, William Kersten, antwoord B. Vraag 37. In 1977 kende de Blekers de eerste jeugdprins. In welk jaar werd er voor het eerst een jeugdprinsenpaar gekozen? Dat was 1984, als ik het goed bekeek, met jeugdprins Jeroen Stijvis en jeugdprinses Linda Jansen. Vraag 38. De moedbeleid en trouw werd vaak aan één persoon uitgereikt, maar ook aan verenigingen die deze onderscheiding hebben ontvangen. Maar hoeveel verenigingen zien dit? Het goede antwoord was antwoord B, 4. En op de foto zien we natuurlijk een mooie vereniging in Mezijs, de Fanfare Sint-Cecilia. Vraag 39. Dat was het filmpje van Hannes. En hij zegt hier dat Rob Goemans de nieuwe pastoor van de kerk werd. Ja, en dan vroeg 40, en we gaan niet nog een keer het hele filmpje afkijken, want die duurde bijna 5 minuten. Maar je hebt een aantal keer Jehovah, het woord Jehovah in dit filmpje gehoord, maar het was maar liefst 18 keer. Ja, eentje was een twijfelgevalletje, maar dat, we hebben met een goede koptelefoon hebben we nog een keer gekeken. Dus het was geen 19 keer, maar het was 18 keer. Vraag 41. Ja, hier hoor ik ook het goede antwoord. Ik ben gestoken, wat mee. Jongen, je hoeft toch niet zo groot verbanden op kop aan. Toch wel, want als papa en de schub de beker vol geslagen. Ja, ik haal dus een bij om in die kop. En als pap haal je hem dus met de schub kapot te slagen. Nou goed. En dan hier was natuurlijk het filmpje van Johan Kriebler die van de Hovis afviel bij Zeggenswa. Hij viel van de silo, de oude silo, die was er nou natuurlijk een mooi stuk op hebben gebouwd. Dat is, of die oude silo was 44 meter hoog. Tot zover vraag 42. Vraag 43. Wie zat er achter deze cowboy smiley? Dat was Gwen Fransen. Met een mooi afro-kapsel werd zij door de dames gedragen. Dan vraag 44. Welke pater slash priester schuilde achter deze clown? Dat was antwoord A, Martijn Graat. Dan vraag 45. Hoeveel liter bier was er gedronken met de carnaval van 2020 in het Blekerspaleis? Dat was antwoord D, maar liefst 3416 liter was er opgezopen met de carnaval. Nou, dan heb ik een heimwee naar die tijd. Dan vraag 46. Welke Bleek Renneke stond er op deze foto. Nou, linksboven, dat is Bianca Geurts. Rechtsboven, Renske Stevens. Linksonder, Sharon van Boekel. En rechtsonder, Sanne ten Holder. Ja, heel veel van de jeugd had je deze vraag goed. De ouderen was het wel minder natuurlijk, maar dat is ook logisch. Nou, maar dat was bij deze vraag wel wat anders. Daar zaten de oude mensen wat beter goed van mijn zes. Want vraag 47 was, welke Bleekers stond er op deze foto? Dat is linksboven natuurlijk Martijn van Triel, die hadden wel heel veel mensen goed. Maar rechtsboven was wat moeilijker, dat was Hans de Jong natuurlijk. Linksonder Wim Linssen en rechtsonder Oudvorst en Oudprins en erelid Mark van Rhee. Dan vraag 48, hier staan ze ook op de foto. Wie trad erop als de mini Bob en Ed tijdens de zittingsavonden van 2012? Dat waren Stan en Jeff, Stan Dukers en Jeff van den Born, antwoord B. Daar zie je een mooie foto ervan, van dat moment. Vraag 49. Wie won er in 2009 de verdronken blik? Ja, en die foto was toch een goede tip. Het konijnenhok van Martijn van Triel. Martijn had een mooie overnachting ooit een keer gehad in een konijnenhok. Terwijl hij dacht dat hij langs Hanneke lag. Maar het waren toch twee konijnen, Snaffy, of Flappy en Snuff volgens mij. Heette die konijnen.
Goed, dan vraag 50. Wie speelde er in 2003 een levend standbeeld op de zittingshoofden? Het was niet naar Mike op de foto, maar het waren ook niet Marius en Marius en Michiel Verloon. Maar het goede antwoord was Sjoerd Bongers, antwoord C. Dan vraag 51. Ik had ze gisteren al geteld, maar ik heb vandaag voor de zekerheid nog een keer een hertelling gedaan. En het was toch nog steeds 52.000 steentjes, antwoord C, zitten er in de troon verwerkt bij de vijver. Dan vraag 52. Hoeveel jaar was Piet Verstegen vorst van de Blekers? Dat was natuurlijk antwoord B, 11 jaar. Mooi getal. Vraag 53. Wie mocht er in 2011 de moedbeleid en trouwonderscheiding in ontvangst nemen? Dat was antwoord B, Pieter de Vos. Dik en dik verdiend was het toen. Vraag 54. De Rood van Elf droeg in 1960 tweedehands pakken van een andere carnavalsvereniging. Van welke carnavalsvereniging waren deze pakken? Dat waren natuurlijk de pakken van de Knoepers uit Zandbeek. Vraag 55. Wat betekent het woord hees in onze plaatsnaam Mezijs? Ja, en ik ben trots om dat te weten dat toch wel heel veel mensen dit goed hadden. En het was natuurlijk antwoord A, doorgang. Vraag 56. De duurste koeien ooit van Mezijs. Het antwoord op deze op dit rekensommetje was natuurlijk 54 liter. Van Harry de Ruiter had 27 koeien in zijn wijstoorn. Uit iedere speen komt 0,5 liter melk. Hoeveel liter melk had Harry uiteindelijk gemolken? 54 liter dus. Vraag 57. Ja, dat het een huis nummer 19 was wel duidelijk. Ik zag vandaag al veel mensen op de weg die toch gingen controleren waar het precies was. En het was inderdaad in de Rieterweg is deze foto gemaakt. Rieterweg 19. Ja, en deze hadden toch ook wel de meeste goed. Welke nummer staat er achter deze vis? En dat is nummer 29 in de Montjegeurstraat. De Mozoco, natuurlijk. En dan gaan we verder waar deze foto is gemaakt. Dit is in het Antoniusstrutje gemaakt. Een bordje in een bocht door bij Kriebeler van pas op modder. Ja, en dan dit filmpje, de laatste vraag van deze quiz. Ja, sommige mensen zaten toch een beetje naar de onderboxen achter de piano te kijken. Maar als je goed kijkt, zie je inderdaad één bierglas met storm op de piano. Dat was het goede antwoord op de laatste vraag. Nou goed, ik hoop dat jullie genoten hebben van de Blekers quiz. En ik wil jullie nogmaals een hele fijne carnaval wensen. En ik hoop dat jullie snel weer in ons eigen Blekers police zien. Fijne carnaval en tot volgend jaar. Halaaf!